Heb jij last van een kleine pik na het snuiven? Heb jij nooit geleerd hoe je nou een goede jonko rolt? Schaatsen jouw kaken sneller dan Sven Kramer? Dan heb ik dé oplossing voor jou. Stuur nu een DM naar @spuitenenslikken en krijg 3 tips helemaal gratis. In Jiva's DM beantwoord ik al jullie drugsvragen. Dit betekent niet dat jij ook drugs moet gebruiken. Wil je dat wel? Informeer jezelf vooraf dan goed. Voor professioneel advies verwijs ik je door naar Unity. www.unity.nl. Heb je drugs gebruikt en gaat er iets mis? Bel dan 112. Hey, wat leuk dat je weer kijkt. Heb je me gemist? Ik jou wel. Eens even kijken wie we vandaag weer kunnen helpen met een paar toptips. Hey, ik ben een keer zo bad gegaan op een spacecake. Nu durf ik het nooit meer te eten. Wat moet je doen als je bad gaat? Ja, bad gaan. Ik denk dat iedereen die drugs heeft gebruikt het wel een keer heeft meegemaakt. Maar vandaag ga ik jou vertellen hoe je van een bad trip een good trip kan maken. DM nu, @spuitenenslikken. Maar wat is een bad trip nou precies? Een bad trip komt dus vooral voor bij psychedelica. Dat is ook een reden waarom veel mensen daar niet aan willen beginnen. Maar het kan dus ook voorkomen bij het gebruiken van wiet of hash, zoals Jasmine had met de spacecake. Maar wat is nou de verklaring voor die bad trip? Nou, dat zit zo. Wanneer je nuchter bent, vliegen de gedachten door je hoofd en ben je daar de helft van de tijd nauwelijks bewust van. Maar wanneer je tript, kan het zijn dat je al je gedachten echt tot in detail gaat ervaren en analyseren. En als die gedachten dus negatief zijn, kom je in een negatieve spiraal terecht, waardoor veel mensen zich angstig en somber gaan voelen. Het is dus niet alleen het middel zelf waardoor je in een bad trip komt, maar het zijn ook je eigen negatieve gedachten en emoties. Gelukkig heb ik wel wat handvaten voor jou om ervoor te zorgen dat jij je bad trip zo soepel mogelijk doorloopt. Tip 1. Voordat je gaat trippen is het belangrijk om goed voorbereid te zijn. Want de plek waar je gaat trippen is mega belangrijk voor of je een goede trip of een slechte trip gaat krijgen. Als je een goede setting hebt, vergroot je de kans op een goede trip. Maar wat is nou een goede setting? Het is tijd voor de quiz. Trip of niet? Met je ouders aan het paasontbijt. Nee, zeker niet. Thuis. Ja, ja, zeker, zeker doen. Kamperen. Ja, heel leuk, heel leuk. Op kantoor. Nee, gewoon niet doen. Je wil het liefst in een veilige omgeving zijn met vertrouwde mensen om je heen die je fijn vindt en ook een beetje iets kleurrijks, want van 4 grijze betonnen muren om je heen wordt niemand blij. Tip 2. Oké, je hebt de juiste setting gekozen. Je bent met je best friends, leuke mensen om je heen, je voelt je goed, hebt wat spacecake gegeten. Maar dan, als een donkere wolk, overvalt de bad tripje. Uiteindelijk, het enige wat werkt tegen een bad trip is tijd. Dus je zult het gewoon moeten uitzitten, maar er zijn een paar dingen die je kunt doen om het proces wat te versoepelen. Allereerst, zoek een rustige plek op zonder al te veel prikkels. Dus ben je op een festival, ga dan even samen met je vrienden, niet alleen, uit de menigte. Ga even op het grasveld chillen of ga terug naar de tent. Zorg dat je wat meer controle hebt over je omgeving. Ben je juist thuis en voel je je opgesloten, dan kan het helpen om even naar buiten te gaan en wat frisse lucht te halen. Doe dit ook weer niet alleen. En life hack, ik vind het dus heel chill als ik aan het trippen ben om thuis te komen. Dus als je je niet goed voelt, kan je eventjes naar buiten gaan, niet te ver. Dan weer omdraaien en dan kan je weer dat heerlijke gevoel ervaren van het thuiskomen. En dan, als je wat frisse lucht hebt gehad en je hoofd is wat gekalmeerd, dan kun je wat suikers eten. Dit is niet wetenschappelijk bewezen, maar heel veel mensen zweren hierbij. Ze zeggen namelijk dat de suikers de druk afbreken. En dat kan helpen om de trip wat minder heftig te laten voelen. Maar goed, wat moet je dan juist wel en juist niet eten? Allereerst, duik even die natuurwinkel in, want kruiden als rozemarijn en citroenmelissen werken ontspannend. Dus zet daar een grote kop thee van en het is ook lekker warm voor je handen. Of probeer een fris drankje, maar zonder cafeïne, want door cafeïne kan je je alleen maar meer opgejut voelen. Of gooi wat zoete snoepjes in je mik, maar pas op met chocola, want dat kan de snelheid waarmee suiker wordt opgenomen in je bloed vertragen. En vers fruit is natuurlijk altijd goed. Denk aan mango, meloen of druiven. En heb je geen zin om te kauwen? Zorg dan dat je een fruitsapje in huis hebt. Lekker makkelijk.
En heb je nou helemaal niks zoets in huis, omdat je bezig was met je fit journey, en wil je toch wat suikers? Kook dan wat water en gooi er gewoon wat suikerklontjes bij. En hoppakee, suikerwater. Ik zou het niet aan mensen aanbieden, want die denken dan echt, what the fuck. Maar heerlijke oplossing. Barman Victor kan wel inpakken. Tip 3. Als je bed gaat, is het heel belangrijk om dit wel te laten weten aan je vrienden. Want zij kunnen je namelijk door je bedtrip heen helpen. En het chillste is om hiervoor wel een nuchter iemand uit te zoeken. Want dan weet je ook zeker dat je niet iemand anders de trip verpest met jouw negatieve gevoelens. En je kunt iemand zelfs uit een bedtrip halen, alleen maar door diegene eraan te herinneren dat de trip tijdelijk is. Dus vanzelf weer voorbij gaat. En diegene te herinneren aan hoe mooi het leven wel niet is. Ik weet het, we leven in een wereld van oorlog, inflatie en de eeuwige aankondiging van de laatste keer Soldaat van Oranje. Maar er zijn ook nog genoeg leuke dingen. Heb je een beetje inspiratie nodig? Dan hier wat voorbeelden. Hey, Natas, wat doe jij hier? Wat? Ga je bed? Wacht. Komt goed, joh. Het is tijdelijk, hè? Het gaat voorbij. Oké, ik ga je opvrolijken. Luister, luister. Kijk hoe mooi dit gras is hier. Zo groen. Zie je dat? En hoe blauw die wolken zijn. Mooi, hè? Ja, het is echt crazy. Je ziet er echt zo goed uit vandaag. Je haar, ik vind deze kleur helemaal bij jou passen. Je bent sowieso echt een mooie vrouw, weet je dat? Nee, echt. Ik meen het. Je bent zo'n lieve vriendin. Ik waardeer onze vriendschap echt zo erg. Nee, ik zweer het. Echt. Je hebt echt zulke mooie tenen. Nee, echt. Ik zou willen dat ik zulke mooie tenen had als jij. Zou ik echt elke dag teenslippers dragen. Water is echt zo lekker en het stroomt gewoon uit de kraan. Je hoeft niet eens naar de supermarkt ervoor. Wist jij dat we in Nederland het schoonste water ter wereld hebben? Hoe bijzonder is het dat jij en je huisdier gewoon zo'n goede band met elkaar hebben, terwijl je elkaar nooit gesproken hebt? Voel dan hoe zacht dit kussen is. Echt zo lekker, gewoon zo fluffy en gewoon, het doet me echt denken aan gewoon beertjes. Wat is de wereld toch prachtig. Het ligt er maar net aan hoe je het bekijkt. Hopelijk ga je een beetje mee in de positieve vibes van je buddy. En onthoud, what goes down must come up. Dat was hem weer. Hopelijk voel jij je na deze uitzending weer helemaal positief. En vergeet vooral niet duimpjes omhoog te doen als je dit een leuke video vond. En vergeet ook niet dat jij je helemaal gratis kan abonneren op het kanaal van Spuiten en Slikken. Dus doe dat en dan krijg je voor 0 euro een abonnement voor je hele leven. Yay! Yeah!